Een vergeten kunstenaar, die volgens Museum Jan Kunne nieuwe aandacht verdient. Medewerkers van het museum waren dinsdagmiddag bezig met de inrichting van een expositie met werk van Piet Meiners, Die leefde van 1857 tot 1903. De Rotterdammer behoorde tot de vernieuwende stroming de Tachtigers en schilderde verfijnde stillevens, unieke landschappen en portretten. Daarnaast maakte hij ook etsen en was daarmee zijn tijd ver vooruit. Meiners leefde teruggetrokken, mede vanwege depressies, en stelde zijn werken zelden tentoon. In 1903 beleefde hij op 45-jarige leeftijd zijn grote doorbraak met een grote solotentoonstelling in de Rotterdamse Kunstkring. Lang kon hij niet van het succes genieten, want een half jaar later kwam hij bij een ongeval om het leven. De tentoonstelling Piet Meiners, een vergeten kunstenaar, is te zien in Os van 27 januari tot en met 20 mei.